Hallo mensen, welkom terug bij weer een aflevering van Let's Play en Fresh Games. Deze aflevering gaan wij eiland opbouwen spelen op spelen.nl. Het is echt een super awesome, geweldig speldoel, want het spel is om deze 8 hokjes volgens mij in de goede volgorde aan te klikken. En dan maak je zo je super awesome eiland. Laten we maar gewoon beginnen. Kijk, Mechanical Engineering, the course engaged in the study of bla 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 bla. Deze, je begint met deze. Dan krijg je deze Civil Engineering. Dat mannetje dat maakt dus het eiland, dan moet je op, ja... Kijk, dam, water, sewage, bla bla bla. Oké, nu is die gelevel upped. Kijk, dan ga ik naar het hout. Dat is volgens mij de goede volgorde. Kijk, dan gaat dat mannetje gaat dan lekker zo wie. Okay, ik denk dat deze video niet heel erg lang gaat worden. Of nou ja, maar de eerste keer is de volgorde, die duurt echt 4 minuten of zo. Dus ik denk dat we daarna gewoon een beetje gaan aankutten. Even kijken, wat heb je dan? Kijk, aan het hout komt het wiel. Ja, dat is gewoon dat ik vind het een wiel. Dan krijg je een robot. Pio, 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 pio. Dit is echt gewoon maf. Dit is echt gewoon... Ja, nu, zo zie je dat het een Japans spel is. Kijk, nu hebben we een mooi huisje. En wie komt daar naar buiten? Kijk, nu moet je de toren bouwen volgens mij. De schoorsteen, de vuurtoren, weet ik wat het is. En nu krijg je zo'n dingetje. Mmm. Yeah, me gusta. Oh, what the fuck. Ideetje. Ja. Yeah, level up. Oh. Holy shit, dat gaat snel. We hebben een auto zelfs. Kijk, je hebt hier applied chemistry. Computer science, electrical engineering. Ja, kijk, hier, ja, oké, okay, kijk, wat moest nu? Na de toren kwam de batterij voor, volgens mij. Daar is weer level up. Kijk, we hebben zo'n babytje gekregen. Kijk, wat gebeurt er nu? Mannetje springt naar beneden. Mannetje klimt, er is een super awesome dingetje. Nu gaat hij een tunnel graven, toch? Ja, hij gaat nu een tunnel graven voor het treintje. Nou, dat deed hij best snel. Weer level up. En nu komt uit het niets een boot. Ik word uit het fucking niets. De boot gaat weg, de boot komt daar weer terug. Neemt zo'n dingetje mee. Jee, mooi. Oké, en nu? Oh, nu hebben ze als dat en oh shit, rustig. Shit, mijn bom plot helemaal. Kijk, en nu komt de computer science en hierna komt de applied chemistry en dat is gewoon scheikunde. Oh. Wauw. Doet hij nog best goed zo. Super als een parachute met hartjes erop natuurlijk. En level up zelfs. Met elektriciteit en alles. Met waterenergie. En windenergie zelfs. Wauw. En een fucking raket. 2, 1. Lift off. Echt de beste maan ooit gewoon. Het is echt heel legit. Het is niet nep of zo. Het is een mallet. Picknicktafel. Grote batterij maakt kleine batterij. Auto rijdt over batterij. Super awesome auto. Ik vraag me nog, tot op de dag van vandaag vraag ik me nog steeds af wat de fuck dit is. Maar dat zorgt voor bomenkum. Of zo. En dan doe je deze applied chemistry. Dan krijg je zo'n scheikundig iets. Ik weet niet hoe dit werkt, maar... Even kijken, wat gebeurt er nou hier? Oh, het ligt zelfmoord, of niet? Hoe durf je? Ga je slaan? Oh nee, nou maar. Ik maak een brug. Jee, picknicktafel, gezellig. Kijk, nu is het een elektrische zendmast zo. Het zijn zendmast, gewoon een elektriciteitsopwekkingscentrale of zo. Treintje komt met het laatste ingrediënt voor onze brouwsel. Dat totaal geen crystal meth is of zo. Lijkt me zo cool als crystal meth gewoon een fucking regenboog is. Een super awesome computer. Zijn dat schapen? Oh ja, ja, ja. Dit ding poept allemaal beesten uit. Dus je hebt walvis en schapen en... Ja, dat was het. Basically.
Nou, dat was het. Nee, we gaan... Oh, god. Fuck. Put. Oké, nee. Wacht, kun je die niet in het Engels zetten of zo? Nee. Nee, weet je wat? We gaan het gewoon nog een keer proberen. Maar nu gaan we hem andersom doen. We beginnen nu met de Applied Chemistry. Dan gaan we naar Computer Science. Electrical Engineering. De Environmental Engineering. Kijk wat er dan gebeurt. Even kijken voor het wiel. Hout. Was dat het? Nou, dat is gemeen. Dan is alles kapot. Flikker. Oké, mag ik nu het laatste doen? Of, oh, hij gaat weer ontploffen. Yay. Waarom? Oh, oké. Okay. Dat doet nog steeds hetzelfde. Wat doet dit dan? Dan... Woehoe! Houd je bek met je boe. Dit is hartstikke goed. Oké, nu gaan we nog steeds beginnen met mechanical engineering. En dan gaan we naar het wiel. Dan pas gaan we naar de civil engineering. Oké, even kijken wat er gebeurt. Dat heb ik maar. Gewoon even een beetje aankutten. Dat is wel leuk. Maar wat dan als ze in één verschillende voor één. Weet het? Eentje verkeerd doen. Dus nu gaan we meteen verder naar de toren. Hierna. Zit mijn mannetje een beetje klaar dus. Je liedje is echt catchy. Kijk, we hebben nu wel een mooi huisje met chickies, dus zoals chimeid, weet je wel. Kijk, dan komt de electrical engineering. Het lijkt nog goed te gaan, gewoon, het lijkt nog gewoon precies hetzelfde te gaan. Het ziet er niet echt naar uit alsof we iets hebben gemist door deze om te wisselen. Maar ja, we zijn nog niet klaar, dus... Punt. Me gusta. Dus nu gaan we even wachten. Maakt hij weer steam. Gaat weer steam uit stieren, weet je wel. Van, hier, neem bloemen. Kom neuken. Wat? Zie je, zo gaat dat gewoon in het echt leven. Super mooi huis. Bitch! Oh. Ah, scheid. Oké, ons huis kan dus nog wel kapot. Dat is maar het enige probleem. Het huis gaat nog wel kapot. Dat is het enige dat echt mis is gegaan tot nu toe. Door die vulkaanuitbarsting is het huis kapot gegaan. Waarschijnlijk omdat ze maar nog één level verder moest. En dat kon dus niet omdat we daar te weinig beurt voor hadden. Omdat we die later deden dan deze. Dan het wiel. Super awesome, Otto. Oké, nu komt dat ding dat bomenkum veroorzaakt. Echt, die shit weer. Waarom is er nog geen treintje? Zom van UFO! Nee, oké. Nou, dat maakt echt heel veel verschil. De hele architectuur is helemaal weg. Mechanical engineering is al best ver gekomen. 3 max levels. Deze heeft echt niks gedaan zo'n beetje, maar oké. Okay. Er was wel een fucking UFO, dus... Gewoon een UFO, gewoon klaar. Oké. Okay. Waarom kan ik dit niet lezen? Oh, wacht, ik kan geen Japans. Ha. Zo doe ik. Toplee. Nou, ik denk dat dat gewoon was. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering van Random Flash Games. Vond je deze video leuk? Doe dan even groen. Heb me genomineerd. Zal het niet op gedaan. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering. Laat vooral even achter wat we de volgende keer moeten gaan doen. En ja, gewoon doei tot dan.